Dit is goed, jongen. Je moet Godverdomme. Hoppa. Riep er weer in beeld. Welkom weer bij een nieuwe Riberby. Ja, ik ben op weg. Ik ben op weg richting Breda. Want afgelopen weekend kreeg ik een mailtje van de redactie van Tour du Jour. En een redacteur die zei, we willen heel graag jouw beelden gebruiken van de proloog vorig jaar bij de ZLM. Ik zat achter Brian van Goetem in de auto met Michel Cornelissen. En Michel Cornelissen, die is vanavond de gast. En ze willen die beelden gebruiken. Daar werd nogal wat tegen gevloekt. Ik weet niet of ze dat laten horen. Maar ik ben in ieder geval ook uitgenodigd om aanwezig te zijn. Ik zal waarschijnlijk geen microfoon onder mijn neus krijgen. Maar ach, ik ga er in ieder geval een toffe vlog van maken. En ja, op naar Breda! Breda! We zijn er al. De tafel wordt al klaargemaakt. Ja, het is nog vroeg. Gelukkig. Tegenover huppatee schermen waar we de tour op kunnen volgen. Dus ik ga een plekje zoeken en eens even kijken. Dus dan maar eens je positie te handhaven. Nog een kilometer te gaan. Iets meer. Dylan van Baarle van voren. Het is nog steeds niet begonnen. Spannend. Waarom zit hij? Contador zit er nog. En derde positie kilometer. Nu pas. Tenzij hij nog kan herstellen ineens, hè? Is er gat gevallen. Sagan trekt zich toch weer in gang. Sagan, de wereldkampioen aan de leiding. En dan komt Matthews helemaal links. Matthews komt op het juiste moment. Oh. Ik denk het, maar Sagan is er nog. Ja. Sagan is er nog. Matthews, Martin van Avermaet. Wat zegt dit over jou? Wat doen? Want je komt veel vandaan. Oh ja, ik ben wel goed. Ja, ik heb hele goede benen. Morgen zie ik een plus in dat veel. Ik teken hem niet. Natuurlijk heb ik hem vandaag al niet. Nee, hij moet voor die etappes moet hij gaan. Eindelijk, na zoveel jaar. Ja, ja, goed. Ik teken hem niet. Nog een half uurtje en Wilfred komt in ieder geval al even kijken. Nog 20 minuutjes. Gasten komen aan tafel. Het is nog spannende achtervolgingen natuurlijk op RTL Zijven. Maar straks gaan ze beginnen. Ik heb hier een plekje uitgezocht, ik hoef niet per se in beeld te zitten. Ik ben benieuwd. Het zit in ieder geval begin van de uitzending en er zou in ieder geval zeker Riberby staan. Ja, als dat niet zo is, dan breek je de tent af. Dat is een grapje natuurlijk, maar dat was de afspraak. En als het goed is, komen ze dat ook na. Ik heb ook geen idee bijvoorbeeld hoeveel ze nou uit gaan zenden. Misschien is het maar 2 seconden, misschien maar 5 seconden. Maar dat het in ieder geval in beeld is, dat zou ik al leuk vinden. Dus we gaan het over andere dingen hebben vanavond in deze uitzending. Anderhalf uur praten over wielrennen. Dat doen we vanavond natuurlijk met Michael Bogert. Ook Michel Cornelissen is aanwezig. En Dimitri Verhulst. Daarna ben je ploegleider geworden, nu ook bij Roompot. Wat altijd opvalt bij jou is dat je heel ingetogen bent. Maar voor de mensen die dat niet weten, zo ingetogen kan Michel Cornelissen. Komt het, komt het. Goed gestart, hoor. Dit is goed, jongen. Je moet godverdomme naar die bus toe, hè. 60 per uur rijden. Kom, godverdomme, rijden. Kaas. Dat kan je, godverdomme. Kom, stampen, stampen, man. Kom, gaat super. Godverdomme, 60, 62 rijden. Concentreer je op die bocht. Godverdomme, goed zo, jongen. Rechtdoor, kwaad. Dit ga ik niet uitzoeken. Gezellig. Ja, sommige renners hebben het heel graag. Ja, dat was het. Nee, hè. Dat is wel een aanvraag van de renner. Nou, daar ben ik in ieder geval hartstikke blij mee. Niet dekend voor, die paar seconden. Klopt zelfs dat de boel was. Maar wielervlog is in ieder geval goed in beeld geweest. Godzijdank. Het is pauze nu nog een klein kwartiertje ongeveer. En ik ga straks toch nog even proberen Michel Cornelissen wat te vragen. Want het ging erover al dat gevloeken allemaal wat er in dat filmpje zat. Ik wil toch eens vragen wat hij er zelf van vond. En volgens mij zei hij dat hij het liefst zou willen dat er afging van Riberby. Maar doen we niet hoor. Michel, heb je veel reacties gehad op dat filmpje? Ja, een heel hoop positieve reacties. Want je staat natuurlijk volledig achter je renners. En de renners zijn ook vaak de renners die er zelf om vragen om die coaching. Als ze er niks om vragen, dan hou ik gewoon lekker 20 minuten mijn mond dicht. Ja. Maar je hebt ook wel mensen die het minder leuk vinden natuurlijk. Maar zo gaat het nu eenmaal. Ik denk dat er heel veel auto's zo gaat. Heb je gehoord dat ik nog mail heb gekregen van de bond tegen het vloeken? Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja, daar moest ik eigenlijk wel niet een klein beetje om lachen, maar...
Ja, dan begrijp je niet helemaal de essentie van de sport en waar die sportman op dat moment mee bezig is. En, het is zeker niet bedoeld om iemand te vernederen of uit te schelden. Dit gaat echt puur motivatie. En net wat ik al zeg, het is de renner die er zelf vaak om vraagt om goed opgepept te worden om over dode momenten heen te helpen. Want een tijdrit doet alleen maar pijn natuurlijk. Er is niks veranderd, hè, bij Van Goetem. Ik bedoel, nu als hij die tijdrit rijdt, gewoon weer volle bak erbovenop. Ja, hij geeft volle pond en ja, is altijd mooi. Ja. Maar er zijn ook renners, zoals ik eerder zei, Jens Maurits bijvoorbeeld, ja, die wilde niks en dan zeg je gewoon niks. Nou ja, en Johnny bijvoorbeeld vorig jaar ook niet, hè? Nee, precies, dus je moet iedereen in zijn waarde laten. Sommige renners kicken daarop en sommige niet. Ja, en nou is het nou toevallig een keer gefilmd, dus ja, nou weet het meeste wat er afspeelt, maar ik hoef er nou zo'n heel probleem van te maken, weet ik niet of dat nodig is. Ik hoef hem er niet af te halen, hè? Nee, hoef hem er allemaal lekker staan, hoor. Hartstikke goed. Dankjewel. Ja. Nou, hoeft het filmpje er gelukkig niet af te halen. Mooi zo. Dankjewel Michel Cornelissen. Dankjewel Tour de Jour voor de aandacht. In ieder geval hier in de uitzending. Hartstikke mooi. Ik heb net even gekeken. Ik heb er weer een tiental volgers heb ik weer bij. Dus dat is altijd mooi nieuws natuurlijk. Als jij nog geen abonnee bent, hieronder even drukken. Je weet het. Duimpje omhoog als je dit filmpje leuk vindt. En dat doe ik altijd. De tip voor morgen. Ik ga chauvinistisch zijn. Morgen Dylan Groenewegen zijn eerste etappe. En hij kijkt wel eens naar Ribéry. Kom aan Dylan, zet hem op.